gaat Nederland ook IS-doelen in Syrië bombarderen? Als het aan de Amerikanen ligt wel. Die hebben gevraagd of wij de strijd tegen de terroristen willen opvoeren daar. Tot nu toe doet Nederland alleen mee in Irak. Minister Hennis van Defensie houdt alle opties open. Het is een breed verzoek tot intensivering in de strijd tegen ISIS. En dat gaat over een hoeveelheid van zaken. Dus je kunt aan alles denken, inclusief een bijdrage in Syrië, maar ook het bijdragen, niet-letale steun, dat soort dingen. We hebben gisteren gezegd, het betekent een nieuw weegmoment. Het betekent ook dat het kabinet zich er de komende dagen, weken over zal buigen. Hoeveel tijd daarvoor nodig is, dat weet ik niet. Heeft Defensie genoeg mogelijkheden om bij te springen? We gaan natuurlijk alleen maar bijspringen als er mogelijkheden zijn. En ik denk dat we gisteravond in het debat ook goed hebben aangegeven dat we al heel veel doen. Laten we daar niet aan voorbij gaan. We leveren een serieuze bijdrage, worden daar ook om erkend en herkend. En we gaan nu kijken of we nog een eventuele aanvullende bijdrage kunnen leveren.